In de aanloop naar de Champions League wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk treedt Feyenoord aan tegen PEC Zwolle. De voorbije 5 edities van dit duel eindigde telkens in een 2-0 of 3-0 overwinning voor de thuisclub. Voor het laatste uitdoelpunt moeten we zelfs terug tot het seizoen 2003-2004. Domingus Lim Duan maakte destijds de 5-1 in een duel dat Feyenoord met 7-1 zou winnen. Als gevolg van die nederlaag degradeerde PEC die middag naar de Jupiler League. PEC Zwolle is een van de verrassingen in dit nog jonge eredivisieseizoen. De ploeg van trainer John van Schip heeft al 14 punten en dat is 1 punt meer dan PEC vorig jaar begin december bij elkaar had gevoetbald. De Zwollenaren gingen tot dusver alleen onderuit tegen Ajax en hopen wel in Rotterdam te stunten. De defensie van PEC Zwolle moet vooral Steven Berghuis in de gaten houden. De vleugelflitser van Feyenoord is de voorbije weken in topvorm, hoewel dat niet leidde tot een oproep voor Oranje. Berghuis maakte dit seizoen al 6 goals, waarmee hij zijn persoonlijk record uit 2014-15 misschien al op korte termijn aan kan vallen. Destijds was Berghuis in dienst van AZ 11 keer trefzeker.